staat voor ondersteuning voor mensen met een beperking en chronische ziekte. MEE biedt informatie en advies en kortdurende ondersteuning tijdens een traject, een afgesproken traject, afgesproken met de cliënt. Als je denkt aan een beperking, dan, dan behoren de mensen met een lichamelijke beperking, geestelijke beperking, dus verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, NAH, dat staat voor niet aangeboren hersenletsel. Zintuigelijke beperking, die behoren allemaal tot de doelgroep. Het is voor jong en oud, dus elke levensfase en elk levensterrein. Dus te denken aan werk, aan een woonvoorziening, aan opvoedingsondersteuning. Even kijken, hoor. Vrije tijdsbesteding. Je hebt heel veel... Het is heel divers dus. Ja, precies. En allemaal gericht op zo zelfstandig mogelijk. Participeren, deelnemen aan het maatschappelijk leven. En vaak is er, of soms is er wel eens wat voor nodig om die stap te kunnen zetten. Ik wil er wel bij zeggen dat de klant altijd de regie houdt. Dus wij nemen niets over, maar wij ondersteunen wel in moeilijke keuzes maken. Of we geven advies voor wat betreft de mogelijkheden, zodat er een keuze gemaakt kan worden. Jij bent consulent van MEE. Ja. Maar je vertelt net ook al van, je kan met heel veel, mag het even problemen noemen, bij jullie terecht. Wat heb jij als achtergrond, als ik vragen mag? Ja, ik ben maatschappelijk werkster. Daarvoor ben ik opgeleid en ik heb veel gedaan, maar 12,5 jaar geleden bij MEE terechtgekomen als consulent. Ja, dus je mag ook wel op je ervaring bouwen, denk ik zo. Ja, zeker wel. Ja. Zijn er toch nog mensen met vragen die je toch niet zo goed kunt helpen als je zou willen? Ja, het is zo dat wij ook specialisten in huis hebben, dus consulenten met een expertise. En wij kunnen als consulent deze mensen raadplegen of de vraag gaat helemaal over naar deze klant. Naar de consulent. Ja. En te denken aan juridische dienst, arbeidsconsulent, consulent opvoeding en ontwikkeling. Dat zijn specifieke gebieden. Ja. Nou ja, jullie zijn nu dan op de brink. Wanneer is de volgende keer dat jullie hier staan? Ongeveer? Ja, wij staan hier elke, of tenminste, de eerste vrijdag van de maand en dan 's middags. En het is goed om te zeggen van bezoek de site. Daar staat heel veel informatie op wat ik allemaal verteld heb. En dat is mee horizontaal-ugv.nl.